Hallo, leuk dat je weer kijkt. In deze video ga ik het met jou hebben over het kopen van een gebruikte camper. Want hoe doe je dat en waar moet je op letten als je een camper koopt? En kun je dat misschien beter in Duitsland doen? Ik bekijk 3 campers op Marktplaats en ik vertel je of die volgens mij wel of niet het bekijken waard zijn. Het budget houden we even realistisch op zo'n 30.000 euro. Laat ik maar gelijk even de disclaimer ertussendoor frotten, want ik ben geen specialist, maar ik heb wel een aantal gebruikte campers gekocht in het verleden. Niemand sponsort mij voor deze video en mijn oordeel is gebaseerd op mijn gevoel en ervaring en je kunt er geen recht aan ontlenen. Aan het eind van deze video geef ik je nog een paar tips die wellicht handig voor je zijn. Mijn naam is Jos Mark en ik ben elke dag bezig met kamperen. Op onze website www.campingtrend.nl kun je dagelijks het laatste kampeernieuws lezen. Je moet na deze video maar eens even een kijkje gaan nemen. Nu is het misschien ook een goed moment om deze video even te liken en je te abonneren op dit kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan tenminste. Dat stelt mij in staat om deze video's te blijven maken, dus ik heb daar echt iets aan. Oh ja, dat belletje, dat zorgt ervoor dat je een seintje krijgt als ik een nieuwe video upload. Niet vergeten dus. Kamperen is helemaal hot. COVID-19 heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en kamperen blijkt een veilige manier om er toch lekker uit te kunnen met je gezin en voldoende afstand te kunnen bewaren. Gebruikte caravans en campers zijn dan ook bijna niet aan te slepen. Dat is dé gelegenheid voor malafide handelaren om hun slag te slaan. Ze stropen de markt af, vooral in het buitenland, om de voordeligste campers op te kopen en die met minimale aanpassingen in Nederland weer te verkopen. Als jij nu net op zoek bent naar een camper en je ziet jouw droommodel voorbij komen, de prijs lijkt redelijk en hij ziet er netjes uit, niet te veel kilometers en je portemonnee kan hem aan. Hij is al bijna verkocht. Je laat hem aan je partner zien en ook die denkt dat dit hem is. Eigenlijk is hij dan al verkocht, voordat je hem gezien hebt. Want dit is het gevaarlijkste moment, want als je gaat kijken dan ben je in je hoofd al klaar om te kopen en je wilt die behoefte bevredigen. Je bent bereid water bij de wijn te doen om je doel te bereiken. De roze bril staat helemaal op. Ik weet hoe dat gaat, want ik ben daar ook geweest. In 2005 kochten wij onze eerste camper, een droom die uitkwam. En we hebben gelukkig ook veel fijne reizen mee kunnen maken. Maar we waren uiteindelijk wel genaaid door de, in ons geval, Duitse verkoper. Overigens een grote dealer die me gewoon onder druk zette om de koop toch maar te sluiten. Dus ook grote Duitse dealers zijn niet altijd te vertrouwen. Laten we eens even kijken wat er op dit moment in Nederland te koop staat. 3435 campers waarvan er 588 bij een particulier staan. Eerst deze Hummer, want zo spreek je dat uit 2005. 29.999 euro. Dit soort wagens doet het altijd goed. Het is een degelijk product en heeft het bekend uiterlijk. Volgens de RDW is dit een origineel Nederlandse wagen en de laatste eigenaar heeft hem sinds 2013 gehad. De kilometerstand is volgens NAP logisch en ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je garantie krijgt bij deze handelaar. Deze wagen is het bekijken waard. Hij ziet er betrouwbaar uit en de prijs lijkt redelijk. Helaas is het een Classic. Dat was een actiemodel waarbij Hummer teruggreep naar het oude witte uiterlijk. Die campers lijken op de echte B-klasse, maar ze zijn wezenlijk anders. Zo staat de echte B-klasse op een Alco-chassis en staat deze Classic op een Fiat-chassis. Het uitrustingsniveau is lager en de camper heeft bijvoorbeeld geen dubbele bodem, om maar wat op te noemen. Maar hij is wel voorzien van Puelwanden en dak. En ik zal je zo vertellen waar je op moet letten als je die camper zou willen gaan bekijken. Als hij er tenminste nog is als je deze video ziet. De volgende camper vind ik ook interessant en dat is deze Knaus Sport TI 650 uit 2007. Een stukje nieuwer dus. De wagen is in 2017 geïmporteerd en sindsdien in het bezit van de huidige eigenaar. Het is door de import helaas lastig om de kilometers te verifiëren, maar de 2,5 liter Renault motor is sterk zat. De Master die hieronder zit, zat ook onder mijn eerste camper, alleen dat was een 3 liter met 140 pk. Ik heb daar nooit problemen mee gehad. Helaas zie je dat de koplampen de laatste 3 jaar van het weer te lijden hebben gehad. Dat maak ik op uit een van de foto's die kennelijk lang geleden gemaakt is, waar de koplampen er nog wel goed uitzien. Dat kun je overigens wel wegpoetsen, maar ik denk dat deze camper buiten gestald wordt. En dat betekent dat je extra moet opletten of er vocht in werking plaats heeft gevonden. Er hoeft natuurlijk helemaal niets aan de hand te zijn, maar de camper ziet er in zich heel een beetje smoeselig uit op de foto's. Dus een beetje extra opletten, dat kan nooit kwaad.
Dan komen we bij een Bürstner. Deze T615 is uit 2004 en een origineel Nederlands camper. NAP is in orde en dat spreekt voor hem. De huidige eigenaar heeft hem in 2017 aangeschaft en is kennelijk aan iets nieuws toe. Hij ziet er op de foto's netjes uit en heeft een groene milieusticker voor Duitsland. Dat is wel een beetje vreemd, want volgens de RDW is hij klasse 3 en dat is dus geel. Maar volgens de eigenaar is er een roetfilter geplaatst, dus dan zou het moeten kunnen. Voor de Nederlandse regels is echter alleen de kentekeninformatie leidend, dus dat is wel een aandachtspuntje. Ik ken mensen die bij exact zo'n camper een behoorlijk verrotte vloer hadden aan de achterkant. Dat zegt niets over deze camper, maar ze zijn er niet onbekend met lekkage. Zeker met de aan de achterwand bevestigde fietsendrager die een bron van narigheid zou kunnen zijn, moet je gewoon goed kijken voor je beslist. Ook de Oxycon, dat is een douwpunt luchtkoeler, dat soort airco zeg maar, is een optie die je goed moet bekijken voor je de camper koopt. Deze koelers werken met water. Er wordt dus water vanuit de tank naar die koeler gebracht en die kunnen voor problemen zorgen. En het zijn geen airco's. Wat ik verder zie is dat de ramen op deze camper een terugroepactie hebben gehad. Die hadden in die tijd last van loslatende lijmlagen en deze ramen zijn nu van schroeven voorzien. Dus dat is opgelost. Het raam rechtsachter is vervangen en heeft een ander bouwjaar. Dat kan zijn omdat er schade aan de camper is geweest, maar het kan net zo goed zijn dat het raam gewoon een keertje gesneuveld is. Ook een puntje van aandacht dus. Nou, een heel verhaal en het valt mij nog mee wat er te koop is voor 30.000 euro. Mijn keuze zou in dit lijstje denk ik toch uitgaan naar die Hiemer. Je koopt daarmee een camper uit het hogere prijssegment van in de tijd. Vaak zijn ze net iets beter uitontwikkeld en ze hebben een redelijke restwaarde. Uiteindelijk is het wel serieus geld voor oude producten. De campers zijn allemaal rond de 15 jaar oud en dat betekent dat alles in die camper 15 jaar oud is. Dan heb ik het over bijvoorbeeld de koelkast, die zomaar stuk kan gaan. Waterpompjes zijn dan meestal al lang stuk geweest, maar ook vering en wiellagers hebben al 15 jaar te maken met het toch hoge gewicht van de camper die erop staat. En ook bij stilstand, want deze campers lijken gemiddeld minder dan 10.000 km per jaar te hebben gemaakt. Het zijn dus naast lekkage de eerste problemen die je kunt tegenkomen. Houd als je zo'n camper koopt dan ook rekening met storingen en reserveer een beetje budget voor eventuele reparaties. Dan kun je jezelf nooit een bel vallen. Nou, ben jij nou in de markt voor een gebruikte camper in deze prijsklasse, dan zou ik eerst even bij mezelf te raden gaan. Want ben jij technisch genoeg om een camper te beoordelen? Zo niet, beding dan altijd een aankoopkeuring. Dat kost wel wat, maar je geeft 30.000 euro uit. Die paar honderd zijn er dan om je voor een miskoop te behoeden. Want dat zou je camperavontuur wel eens heel erg kort kunnen maken. Ten slotte geef ik je nog een paar tips waar je op moet letten als je een gebruikte camper gaat bekijken. En heb jij nog een tip? Deel die dan met ons hieronder in de comments. Want daar leren we allemaal weer van. Tip 1. Elke camper en caravan kan gaan lekken. En een lekke camper kan voor heel veel narigheid zorgen. Neem een goede vochtmeter mee als je naar een camper gaat kijken en controleer zorgvuldig rond de ramen, langs de dakluiken, langs de randen van de vloer en de wand of er vocht aanwezig is. Ik heb een video over vochtschade gemaakt die je hier kunt bekijken. Je kunt vocht soms ook ruiken. Ruikt een camper muf, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen en dan moet je zeker een vochtcontrole gaan uitvoeren. Maar stel dat die camper al maanden binnen staat in een verwarmde garage, ja, dan is die zo droog als het maar kan en dan vind je niets. Dan kun je rond de ramen en de luiken en langs de rand van de bodem op de randen kloppen en drukken om te voelen of het hout nog hard is. Pas op dat je geen schade maakt aan een camper van een ander, dus ga niet met een schroevendraaier zitten poeren in dat zachte hout. Tip 2. Voel op verschillende plaatsen in de camper of de vloer veert. Bij de keuken bijvoorbeeld en waar je binnenkomt, dat zijn bekende plekken. De vloer die bestaat uit twee lagen hout waarin in het midden een isolatiemateriaal tussen zit. Dat is vaak gewoon piepschuim. En dat kan in de loop van de tijd losraken en ingedrukt raken. Dan kan er vocht komen, dat kan door vocht komen, maar ook door heel veel gebruik. Reparatie is niet altijd eenvoudig en het is een reden om de camper nog beter te bekijken voordat je hem koopt. Tip 3 ligt heel erg voor de hand. Controleer het kenteken bij de RDW. Je kunt zien of hij is geïmporteerd en hoe lang de huidige eigenaar ermee rond heeft gereden. Daar kan hij je, als het goed is, dan heel veel over vertellen.
Als de camper geïmporteerd is, dan is de tellerstand niet te controleren. Dat is een minpunt, maar er hoeft niets aan de hand te zijn. Een lekkere, frisse camper met weinig kilometers kan bij de import of daarvoor als hij teruggedraaid. Dat is een economisch delict en daar staan behoorlijk hoge straffen op. Maar het is ook lucratief en bijna niet te controleren. En zeker bij de oudere campers is dat dan een risico. Tip 4. Controleer de onderhoudshistorie en vraag desnoods bij de handelaar of je de vorige eigenaar mag spreken. Laat je niet in de luren leggen als dat niet mogelijk blijkt. Mooie praatjes kunnen je heel veel geld kosten. Let vooral ook op de leeftijd van de banden. Banden mogen van de verzekering niet ouder zijn dan 6 jaar en dat heeft een reden. En als de oudere banden onder de camper zitten, dan zegt dat ook iets over hoe de eigenaar met het onderhoud is omgegaan. Ten slotte, zelf importeren uit Duitsland. Stel nou dat we dat allemaal gaan doen. Dan kunnen we straks in Nederland niet meer terecht voor een camper of caravan. En een Nederlandse dealer hoeft je geen garantie te geven op een camper die hij niet heeft verkocht. Vergis je niet in de afspraken die daaromtrent bestaan. Een dealer moet garantie vaak zelf ophoesten. De fabriek gaat er dan vanuit dat een deel van de winst op een product garantie is. Bij een camper die niet in Nederland is gekocht, moet je dus terug naar de verkoper in het buitenland als je wilt reclameren. En dat kan heel lastig worden. Maar, hoor ik je zeggen, campers zijn in Nederland te duur. Ze kosten veel meer dan in Duitsland. Ja, dat klopt. Dat verschil verdwijnt alleen niet in de zakken van de dealers. De prijzen van de Nederlandse campers worden door de importeur bepaald. Daarin zit BPM, zo'n 12.000 tot 18.000 euro. Daarin zit een belastingverschil tussen Nederland en Duitsland van zo'n 3%. Daarin zitten vervoerskosten van de fabriek naar Nederland. En omdat veel van die fabrieken in Duitsland zitten, zijn de kosten van het vervoer dus ook lager in Duitsland. Maar er is meer. In Duitsland zijn een aantal hele grote dealers die dus ook heel groot kunnen inkopen. En dan heb ik het over honderden campers per jaar. Op dat aantal bedingen ze kortingen en dat is logisch toch? Maar om je idee te geven, in Nederland verkoopt een grote dealer tientallen nieuwe campers per jaar. Misschien, als hij het goed doet, 120 tot 150 nieuwe campers. Als ze echt groot zijn. Dat is dan meestal ook nog van verschillende merken. Een grote Duitse dealer koopt zomaar 200 of 250 campers van één merk. Daar zit dus een prijsverschil. Nou, we maken ons allemaal zorgen om die lokale kapper en dan roepen we steun de lokale ondernemer. Nou, dat zou je dus bij het aanschaffen van een camper ook gewoon moeten doen. Als we in de toekomst ook in Nederland service willen kunnen blijven ontvangen. Nou, dat was hem. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En vergeet niet dat duimpje te drukken en doe mij een lol en abonneer je op dit kanaal. Met dat belletje krijg je een seintje als ik weer een video heb gemaakt. Tot de volgende keer!